Donderdag 31 maart was de presentatie van het blad Uit in Tiel, editie 2016. Onder grote belangstelling van de regionale pers werd het eerste exemplaar door burgemeester Beenakker uitgereikt aan Tielenaar en ex-wielrenner Gert Jacobs. We hebben hem een beetje gerestyled. Dat was natuurlijk al een succesnummer de afgelopen jaren. Met bekende Tielenaar, elk jaar een bekende Tielenaar die centraal staan. Dit jaar is dat Gert Jacobs. Nou ja, dat is natuurlijk logisch hè, met het wielrennen dit jaar. Hij is nog wat dikker geworden, er staat nog wat meer informatie in. En we hebben zowel naar het blad als naar de app, want die is helemaal nieuw gekomen dit jaar. Dat is ook een city-app. Hebben we ook leerlingen van het RSC mee laten kijken. Omdat die natuurlijk weer wat, met wat jongere blik naar zo'n blad kijken. Zoals elk jaar daar heel veel informatie in staan. Leuke interviews, zoals ik net zei al met Gert Jacobs, maar ook met een aantal Tielenaren over hun stad. We hebben er veel informatie in staan over evenementen, fietsroutes, wandelroutes. Kortom, alles wat er te doen is in de stad. En ook welke mogelijkheden er zijn om te overnachten en een hapje te eten.